Hallo, ik ben Stefanie Schelkes van de opleiding Kleuteronderwijs en ik geef het vak media in zowel de reguliere opleiding als het avondtraject in de flexopleiding. In de avondopleiding gebruik ik Canvas als een blended cursus om mijn vak media vorm te geven. Wat ik daar vooral mee doe is studenten interactief aan het werk zetten met mijn leermateriaal. Aangezien we maar 3 lessen hebben op een heel schooljaar, moeten we dus vooral via oefeningen in Canvas werken. Canvas is een digitale leeromgeving waarbij dat je op een interactieve manier je lessen vorm kan geven voor studenten. Het fijne aan Canvas is dat het mooi is vormgegeven, wat dat bij Blackboard niet altijd het geval was. Ik vind het makkelijker in Canvas om externe websites te integreren als in Blackboard, want dat was toch wel een gepuzzel. En nu is het eigenlijk heel simpel om gewoon je URL daarin te plakken en dan wordt die onmiddellijk weergegeven zonder dat je naar een externe pagina moet gaan. Ik probeer verschillende zaken toe te voegen in mijn cursus, onder andere filmpjes waar dan vragen bij geïntegreerd zijn of een Mentimeter waarbij studenten stellingen moeten beantwoorden en dat ze dan op de volgende pagina in de module ook hun antwoorden kunnen zien en de antwoorden van hun medestudenten, om dan zo een discussie los te wekken. Dus mijn eerste module start met een filmpje. Dat is gemaakt in Edpuzzle. Is een filmpje van YouTube waarbij ik een vraag op het einde van het filmpje heb geïntegreerd die studenten dan moeten beantwoorden. Na het beantwoorden kunnen ze ook hun eigen, kunnen ze het antwoord checken met het juiste antwoord. Op een volgende pagina heb ik dan een Mentimeter waarbij studenten moeten aangeven waar zij allemaal aan denken als ze het woord media horen of aan het vak media denken. Op de derde pagina van de module zie je dan de woordenwolk met alle woorden die studenten hebben ingevuld. Op een volgende pagina begint dan het eerste inhoudelijk stuk. Ik heb een PowerPoint geïntegreerd waarbij ik audio heb opgenomen bij elke slide om zo de inhoud van de slides toe te lichten voor studenten. En dan stellingen die studenten kunnen invullen. Bijvoorbeeld, ik ga graag aan de slag met digitale media. Zijn ze eerder niet akkoord of eerder akkoord? En door dan naar de volgende pagina te gaan, kunnen we de resultaten zien van de klas en zien we in welke mate zij interesse hebben of graag aan de slag gaan met digitale media. Ik raad aan om eigenlijk vooral een lesblok of gewoon een paar uurtjes, 2 of 1 uur, in te plannen en gewoon aan de slag gaan met Canvas. Gewoon experimenteren en zien waar je eindigt. Want het doel wijst zichzelf grotendeels uit. Ik wil op termijn nog live spreekuurtjes doen met de studenten via Adobe Connect of een tool die in Canvas zelf zit om van op afstand met elkaar toch wel echt in gesprek te kunnen gaan. Ik denk dat dat nog op de wishlist staat.